Hoe is dit initiatief ontstaan? Ik ben in februari zelf hier begonnen met boksen. Ik deed via Stichting Ismus, dat is een huis voor herstellende verslaafden hier in Den Bosch. Deed ik activiteiten organiseren, onder andere tafeltennistoernooi, darttoernooi. En omdat ik hier zelf trainde, heb ik dit in de groep gegooid. En er was vanaf het begin heel veel animo voor. Alleen wel heel veel angsten ontstonden er in eerste instantie. Dit is nu de derde keer en er zit gewoon veel groei in elke keer. Is het fijn dat Ismus er ook achter staat en support aangeeft en lef. Dat het steeds een groter initiatief wordt. Hopen dat het nog tot grote hoogte gaat stijgen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar wat bedoel je met angsten? Bang, mensen zijn bang om hier naartoe te komen? Sowieso, als je zegt boksen schrikt af. Mensen die pas in herstel zitten, die denken dat ze helemaal niks meer kunnen. Terwijl ze versteld zijn wat ze allemaal nog kunnen. Ze kunnen heel veel als ze maar even over die angst heen gaan. Dat is mooi om te zien dat er mensen die denken dat ze eigenlijk helemaal niet kunnen, nu letterlijk de handschoen oppakken en meedoen. Ja. En wat ik heel leuk eraan vind, is dat er al meerdere jongens en ook dames naar een bokskliniek hier zelf een lid zijn geworden van verschillende boksverenigingen. Dat is eigenlijk wel wat we willen bereiken. En hoe kunnen mensen zeg maar jou bereiken? Hoe kunnen mensen over dit initiatief met fellows? Hoe komen ze daar? Mensen die mee willen doen kunnen mij bereiken op rico.db@live.nl. Op Instagram hebben we ook Boxing Fellows. En anders via de site van Ismus Huis. En ook Stichting Ismus heeft een Instagram account waar we alles posten. Ja. Dus dat. Thanks. Hey, graag gedaan. Box. Kimberly, ik ken Kimberly uit Eindhoven, uit Fellowship. Hoe voel je je nou na deze training? Moe, heel moe, maar wel weer nieuwe energie. Ja. Ja. Je ging er goed in. Ja. 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 Altijd fijn om eventjes uit te slaan. Hoe kom jij hier terecht bij deze club? Via het Ismus. Dat het boksen was. De tweede keer. Zo ben ik aangesproken. Hoe is het om zeg maar dit met fellows te doen? Heel leuk. Ook omdat je gewoon zelf mag zijn. Ik zit toch wel met hetzelfde schuitje. Ik zat ook in Eindhoven. Daar is het ook heel anders. Het zag er van geweldig uit. Ik zat helemaal te kriebelen aan de kant. Ik denk, volgende keer ga ik meedoen met jou. Keigoed. Keigoed gedaan. Lekker opgelucht. Alles eruit gegooid. He, want wat doet dat voor je herstel, zeg maar, om zo actief en want er zit natuurlijk ook een laagje onder die energie en die, misschien de agressie wat je alle kan uiten. Ja, alle frustraties kunnen er even uit. Maar vroeger van mensen waar ik niet zo op in durf te gaan en dan kan ik er zo uitslaan, zeg maar. Dan kan ik even alles uitslaan, alle woede, alle agressie. Ja. Het levert jou echt wat op. Ja, en ik word er ook een soort zeker van. Ja. 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 Voelt je natuurlijk je lijf beter en de kracht die je ook hebt, hè? Dus je durft daardoor ook beter voor jezelf op te komen? Ja. En hoe ervaar je dat dan?
dat ik iets meer durf in te brengen, iets meer durf te zeggen, iets meer durf te staan voor mezelf. Ja. Durf je eigenlijk wat zichtbaarder te maken hierdoor. Ja. Ja. Kijk, mooi. Hartstikke goed. Ja. Boks.